Politieke exponenten van regeringspartners moeten hun plek kennen. Dit was de scherpe opmerking van vicepresident Ronnie Brunswijk naar aanleiding van uitlatingen die een VHP-exponent heeft gedaan over het functioneren van het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer, GBB. Tijdens een interview met de VHP'er is gezegd dat het beheer van het ministerie een stap in de weg is voor de VHP om de achterban te helpen aan gronden. Vandaag, voor aanvang van de wekelijkse Raad van Ministers, werd Brunswijk geconfronteerd met deze uitlatingen. Volgens de VP moet de VHP-leiding deze exponenten duidelijk maken wat hun plaats is binnen het geheel. Zahid Jewelal is geen gesprekpartner. De president is daar en als de president dat weet dat iets gebeurt, wie is Zahid Jewelal om dat te komen zeggen? Ik vind dat hij zijn plaats moet kennen. We willen niet met Zahid Jewelal. Wanneer je regering gaat formeren, jullie gaan samenwerken om een coalitie te vormen, dan wordt die positie verdeeld. Ja? En als gaandeweg de rit, ze hebben gezien dat ze verkeerde ministerie hebben genomen en hij had niet dat hij naar Abopapa ministerie voor GBB, dan moet je beter hebben gedeeld. Ja? Laat ze met rust laten op onze ministerie. Ja, want ik ga niet naar Defensie, ik ga niet naar Volksgezondheid, ik ga niet naar OW om daar te eisen dat ik dat ook wil. Al geruime tijd worden er discussies binnen de coalitie gevoerd dat de VHP meer invloed moet hebben op het ministerie van GBB. Ook de VHP-structuren zetten pressie op president Chandrika Prasad Santokhi om via het ministerie hun belangen beter te behartigen. Volgens Brunswijk is deze houding geen politiek volwassen houding. Hij stelt zich op het standpunt dat de ABOP geen politieke bemoeienis heeft op ministeries waar de VHP de leiding heeft. Hij benadrukt dat er tijdens de onderhandelingen voor de formatie van de coalitie afspraken zijn gemaakt. Nu is het ministerie niet onder hun beheer. Ja? En wij geven aan alle Surinamers die behoefte heeft. Het kan niet zo zijn dat omdat je dan stuurde brieven, dit moet afgehandeld worden. Het gaat niet zo. Dus in ieder geval is daar de minister die daar is, die weet precies hoe en conform de richtlijnen hoe zij dat moeten aanpakken. Kees Ayadjoula komt ons de les voorlezen.